Verhogen staatsinkomsten noodzakelijk. VHP vraagt om crisisbeheersingsplan. Braziliaanse drugsbaron uitgeleverd. Goedenavond, dames en heren. Het SCVS-journaal op vrijdag 29 december. De fractieleider van de VHP, Chandrika Persat Santokhi, blijft erbij dat de regering in 2018 met een crisisbeheersingsplan moet komen om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden. De VHP is minder positief over de sociaal-economische vooruitzichten van 2018. Zo'n crisisbeheersingsplan zou volgens Santokhi opgenomen moeten worden in de komende begroting over 2018. 2018 is die crisis nog erger dan die crisis in 2017. En dit is wat wij als oppositie altijd gevraagd hebben. Als je inderdaad een crisis hebt, kom met een crisisbeheersingsplan. Dus jouw begroting moest niks anders zijn dan een plan om die crisis te beheersen. Dat je nu minder middelen hebt en zoveel uitgaven hebt, nee, zo kan je niet naar het parlement komen. Je hebt minder middelen, dan ga je kijken wat je met die mindere middelen kan uitgeven. Prioriteiten stellen. Wat zegt de regering? Ik heb minder middelen, ik wil dit gaan uitvoeren, dus ik ga mijn middelen verruimen. Dus ik moet meer geld hebben. Santokhi is fel gekant tegen de aangekondigde inkomstenverhogende maatregelen van de regering om de staatsbegroting te dekken. Ook de aangekondigde $75 miljoen lening stuit de VHP-fractieleider tegen de borst. Iedereen gaat op een gegeven moment bezuinigen omdat je inkomsten dit is. En jij kan niet buiten halen. Je kan zeggen, ja, ik ga lenen. Ik ga bij een bank en ik ga lenen. En wanneer ga je het aflossen? Met wat ga je aflossen? Dit doet de staat. De staat moet zeggen, luister, dit is mijn inkomsten. Ik ga mijn uitgaven beperken. En dan ga ik kijken wat mijn prioriteiten is. Als ik in de regering zou zitten en deze crisis zou hebben, ik zou zeggen, luister, gezondheid is voor mij in voor het volgende. Maar dat moet je naar onderwijs kiezen. De rest, hey, wacht die. Wacht tot eind of tweede helft van 2018. Je gaat dit eerst stabiliseren. En de economie. Maar wat zegt de regering? Dit wil ik doen. En dit geld heb ik. En dit ga ik verruimen. Dat is verkeerd. Tot zover de fractieleider van de VHP. En met het volgende bericht lezen wij dat het verhogen van staatsinkomsten noodzakelijk is om onder andere het subsidiebeleid van de overheid veilig te stellen. Dit is een van de inzichten van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die ook deel uitmaakt van de NDP-fractie. De aangekondigde verhoging van grondhuurtarieven, het afstoten van overheidsgebouwen en de verkoop van staatsaandelen in diverse bedrijven moeten volgens haar serieus in overweging worden genomen. Dus voor de korte termijn in 2018 kijken wij vooral ernaar dat de bodem waarop we ons bevinden en waaruit we moeten stijgen, dat wij als Surinamers, vooral degenen, met name degenen die geld verdienen in het land, met de grond die de overheid ze heeft gegeven, met de concessies die ze hebben, met hun werk, met de zaken die ze doen, dat wij met z'n allen ook die bijdrage leveren die we moeten leveren, om te zorgen dat dat wat ik net heb gezegd, dat wij onze basiskosten inderdaad kunnen betalen, dat we dat ook werkelijk kunnen doen en die bijdrage moet van ons komen. Anders gaat die regering gaan lenen, maar dat vinden we eigenlijk geen van allen leuk. Dat de overheid dringend op zoek is naar $75 miljoen is bij Simons bekend. Zelfs is zij geen voorstander om leningen af te sluiten om de staatshuishouding draaiende te houden. Je moet op een bepaald moment lenen. Wanneer die economie zoals in 2015 naar beneden is gevallen, heb je op korte termijn geen andere keus. Maar hoe langer het duurt, hoe belangrijker het wordt dat we met elkaar de situatie aankijken. En gewoon het geld opbrengen dat we nodig hebben voor onze dagelijkse behoeften. Als je als overheid moet lenen om bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden voor industriële ontwikkeling te scheppen, dan komt dat geld weer terug
en kan het worden betaald. Het is heel belangrijk dat we kijken ernaar dat onze dagelijkse behoefte als samenleving, dat ons ervoor pijn. Tot zover de woorden van Jennifer Geelings-Simons. Feesten, eten, drinken, dansen en vuurwerk zijn niet meer weg te denken rond de jaarwisseling. Maar haast elk jaar is het weer druk op de spoedeisende hulp. Van het jaar heeft men wat aanpassingen gepleegd, maar je bent nooit 100% voorbereid. En dat zegt Mireille Rodriguez, waarnemend medisch hoofd spoedeisende hulp. Het is inderdaad nu al druk. Kijk, sowieso proberen we wat extra personeel in te roosteren. Wat part-timers erbij. Maar ja, toch, je bent nooit 100% voorbereid, omdat je niet weet wat je binnenkrijgt. Maar sowieso hebben we dus wat extra personeel op de werkvloer. Het gaat bij de jaarwisseling niet alleen om vuurwerkslachtoffers. Er zijn tal van andere ongevallen te betreuren. Ook Celine Velter, verpleegkundige bij de spoedeisende hulp, sprak de samenleving kort toe. De samenleving, dat ze extra voorzichtig moeten zijn, toch? Minder drinken, als je hebt gedronken, ga niet achter het stuur zitten, toch? En ook verdraagzaam in het verkeer. Daar heb je vooraan, toch? Je ziet iemand aankomen. Laat de persoon doorrijden. Toch? Verlien ook voorrang. Met de drukte op de spoedeisende hulp wordt er een beroep op de samenleving gedaan om de spoedeisende hulp niet aan te doen bij niet-acute gevallen. Sowieso als het gaat om huisartsengevallen, zijn er genoeg wachtdoktoren of spoedposten waar je naartoe kunt gaan, behalve de SEH. Wij willen vragen dat de mensen gebruik maken van die spoedposten en wachtdoktoren. Je hebt van de RGD enkele spoedposten. De RGD-wachtdoktoren zijn te bereiken op 147. Je kan daar naartoe bellen en dan weet je precies wie in de wacht is. De SZF-wachtdoktoren op 148. En daarnaast heb je nog particuliere huisartsenpraktijken, zoals dat van het Academisch Ziekenhuis, van het RKZ. Je hebt Joshua Medical Center. Dus als het niet zo ernstig is, of u heeft een kleine snijwond, want daar wordt er ook gehecht, gaat u liever naar die posten. Zodat wij hier minder druk hebben en dat we meer aandacht kunnen besteden aan zij die werkelijk acute zorg nodig hebben. En nu wil ik aan de ouders vragen. Geen Rocco? Hai! Ja, Rocco. Ja. Nog een keer. Geen Rocco? Hai! Volgens mij vraag ik het voor kinderen. Geen Rocco? Hai! De groep van 10 jonge mannen hebben gebruikt tijdens hun training. Gisteren vond de certificaatuitreiking van het project Mikanto Mami DET plaats. Dit project is deel van de vele activiteiten die Stichting Roma's heeft ondernomen in 2017. Volgens directeur Emmy Hart is 2017 een goed jaar. Wat even naar boven klimt is die Boudjou van Bittere Tamara. Het was een heel goed project voor die jongens. Die jongens waren gemotiveerd, we hebben leiders kunnen maken van die jongens. Het project is niet doorgegaan, maar iedereen heeft werk gevonden. Dat wil zeggen, het leiderschap heeft ze de stappen doen nemen. Ondenkbaar, maar ze hebben het gedaan. En wat nu te boven komt is ook het dat project van die mannen. We hadden een man cook-out. Het heeft me heel veel geld gekost, ik kreeg. Maar toen ik die mannen zo zag koken, 300 mannen, met de training van meneer Humphrey Bent erbij, was top. Dus dat zijn de dingen. En de relatietraining wat we hebben gegeven voor 100 man, waar mannen en vrouwen konden komen en zich versterken, was ook machtig. Mensen bellen nog steeds voor die relatietraining. Helaas hadden we die grani gegeven. Mensbedeelden hebben we eten gegeven. Het heeft ons heel veel moeite gekost om die donatie te vinden. Maar uiteindelijk was ik zo blij. Het afgelopen jaar zou veel moeizamer zijn verlopen zonder sponsoren. Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, heeft het heel jaar door de stichting ondersteund en heeft het volgende hierover te zeggen. Er is één ding dat ik van mijn oud-docent heb geleerd. De mens heeft de mens nodig om mens te zijn. En als we kijken naar de doelstelling van Roma's, dan weten we dat ze onder andere zwaar werken om dat stukje van drop-outs, jonge mannen met name, om dat aan te pakken. En ze hebben dat bij verschillende projecten die de afgelopen periode gedaan is. En als persoon, als Surinamer,
voel ik me ook verplicht om ondersteuning daaraan te geven. Ongeacht als ik wel of niet minister zou zijn hoor. Er is een beroep op me gedaan en ik omhels en omarm datgene. Omdat we ook weten dat deze organisaties enorm belangrijk zijn om terug te brengen die normen en waarden. En ook als regering kunnen we dat niet alleen om een stukje morele herbewapening te brengen zonder NGO's, zonder stichtingen die onbaatzuchtig dagelijks bezig zijn. Onder de aanwezigen waren ouders en de verschillende trainers van het project. Deze trainers verzorgden trainingen, waaronder persoonlijkheidsvorming, omgaan met sociale activiteiten en training op het gebied van beveiliging. Trots en heel blij waren deze jonge heren bij het in ontvangst nemen van hun certificaat. Over de werkwijze van Stichting Rumas valt niet te twijfelen, dit is te merken aan de resultaten die jongens boeken. Er komen uit alle hoeken van Suriname ouders om hulp te zoeken bij deze stichting. Een pupil uit Nikeri en zijn moeder delen hun ervaring met ons. Ik heb het leuk ervaren. Ik denk dat ik bij Rumas ga blijven, want het is een goede organisatie. En ze helpen de jongeren wel, dus daarom ga ik blijven. Mijn droom is ook om een andere Rumas in Nikeri op te zetten en de jongeren in Nikeri te helpen. Ik heb veranderingen gezien. En ik ben blij. Ik ben ook trots op hem dat hij zich heeft ingezet en dat hij zal bewijzen wat hij allemaal geleerd heeft bij Rumas. Van de 10 pupillen zijn er 4 die zeggen dat ze klaar zijn voor de maatschappij en kregen dus een extra certificaat overhandigd. Personeel en bewoners van Huize Asiana hebben vandaag hun jaarafsluiting gevierd. Er zijn 30 personeelsleden gehuldigd voor 20 en 30 jaar trouwe dienst. De directeur van dit bejaardentehuis, Ose Yabini, geeft aan dat de jaarafsluiting op zijn plaats is en getuigt van goede resultaten die in het voorbije jaar zijn geboekt. Behalve deze jubilarissen zijn personeelsleden gehuldigd die in 2018 met pensioen gaan. Volgens Yabini is 2018 het jaar waarin verder invulling moet worden gegeven aan bepaalde doelen. Een van de grote uitdagingen is namelijk het personeelstekort die we moeten opheffen. De verschillende diensten die we moeten gaan reorganiseren of nog gaan. Grote uitdaging, vooral in de situatie waarin we nu zijn, zijn deze dingen grote uitdagingen. Maar als je samenwerkt met stakeholders en als je ook als leiding innovatief denkt, denk ik dat het wel een 2018 wel een succesvol jaar kan worden. Voor Yabini is het opheffen van het personeelstekort een prioriteit. Het is ook belangrijk dat er wordt gewerkt aan het opvangen van degenen die op de wachtlijst staan. We hadden een voorstel ingediend bij het ministerie en ik denk dat dat was in 2017 dat er eigenlijk dependance wordt gebouwd binnen de verschillende districten die zou helpen om de wachtlijst van Huize Asiana te verkleinen of weg te werken. Toch? Omdat bijvoorbeeld als je gaat uitbreiden dat het eigenlijk afrechts gaat werken. Je gaat in tegendeel juist een langere wachtlijst krijgen. Maar als je die pendans bouwt, dan mensen die op ons wachtlijst staan van de verschillende districten, die gaan dan zich registreren in hun district, waardoor de wachtlijst van ons kleiner wordt. Bij het nastreven van deze doelen is arbeidsrust volgens de ondervoorzitter van de bond, Rudolfo Palmtak, onmisbaar. Hij zegt het volgende hierover. Alvast moet ik u zeggen dat de arbeidsrust een bepaalde bijdrage heeft geleverd aan de productiviteit van het geheel. En over geheel Suriname is het zo geweest dat de arbeidsrust bepalend is geweest voor de totale economie. Want u weet, in het arbeidsproces is de arbeider de kernpunt van alles. En als je dat niet hebt op de werkvloer en op het veld, dan heb je een probleem waardoor je productie achteruit zal gaan. En met dit bericht hebben wij het Nationaal Nieuws gehad.